2/3 van onze cacao komt uit Ghana en Ivoorkust. Boeren daar die leven ver onder de armoedegrens. En die armoede heeft andere problemen tot gevolg. Bijvoorbeeld kinderarbeid of illegale ontbossing. Dat kun je ook wel voorstellen, want als je bijna niks verdient, dan ligt goedkope kinderarbeid gauw op de loer om een kinderarbeid in te zetten. Als jij als boer je gezin moet onderhouden en je kunt een klein stukje illegaal bos kappen om je gezin beter te kunnen onderhouden, waar je cacao op kunt verbouwen, dan is die keuze snel gemaakt. Ik ben Lars Gierveld. Ik heb een paar jaar lang de cacao-industrie onder de loep genomen. En ik maak nu zelf deel uit van die cacao-industrie. Armoede. En ik probeer het wel anders te doen trouwens dan die cacao-industrie, maar dat ga ik zo meteen vertellen. Armoede komt eigenlijk door een soort hele basale scheve verhouding tussen aan de ene kant in die cacaoketen heb je een stuk of 5 hele grote chocolademakers die de hele markt domineren, de hele marktvraag domineren, ongeveer 90%. En aan de andere kant honderdduizenden en honderdduizenden boeren in Ghana en die Ivoorkust ook, die cacao moeten leveren en die totaal geen onderhandelingspositie hebben. Zij zijn zij zijn heel erg afhankelijk van het verkopen van die cacaoboon aan die paar grote partijen. Maar ze krijgen bijna niks voor die cacaoboon, want de wereldmarkt werkt niet zo. Nou dachten we, als we dan anders willen gaan denken, als wij het anders willen gaan doen, dan moeten we dus buiten die cacaoboon gaan denken. Dan moet het niet meer alleen maar om dat cacaoboontje gaan. Nou, tijdens het maken van die documentaire over de cacao-industrie in Ghana stuiten we op het sap rondom de cacaovrucht. Een cacaovrucht is ongeveer zo groot, van een rugbybal. Als je die doormidden hakt, dan zie je daarin cacaobonen zitten. En daaromheen zit een soort wit, sappig vruchtvlees. Heeft een beetje de smaak van lychee, mango, heel tropisch. De boeren die laten dat vruchtvlees wegstromen omdat ze er niks voor krijgen. De industrie is al zo'n ruim 2 eeuwen alleen maar geïnteresseerd geweest in de boom. Want daar kunnen ze geld mee verdienen. Van het sap kunnen ze letterlijk geen chocola maken. Wij wilden het anders doen. Dus wij bedachten, kunnen we nou niet dat sap gaan opvangen met een groep boeren? Die kende ik van het filmen in Ghana. En proberen dat sap te gaan vermarkten. Dan zouden we laten zien dat het anders kan, dat we wel buiten die boom zouden kunnen denken. Nou, de gedachte was natuurlijk dat je dan iets gebruikt. Dat je een product gebruikt dat normaal wegstroomt, maar waar de boeren nu extra geld mee verdienen, zodat ze niet meer alleen maar afhankelijk zijn van die cacaoboom. Dus we wilden daar een soort shift mee creëren, in het denken, in het alles. En we bedachten ook, we gaan alle stappen die we doen, gaan we filmen, gaan we in die documentaire zetten, zodat wij de wereld kunnen laten zien dat het anders was. We begonnen vol bravoure, we hadden ook al zelfs een naam bedacht, we gaan het Komassie Drinks noemen. En ik was naast documentaire maken ook in één keer sapjesmaker geworden. Het probleem was, ik wist helemaal niks van sap maken. Dus wij begonnen op de boerderij. Dat begon echt in het begin met, we kochten een grote polytank, dat is een soort watertank op de markt in Ghana, van 1000 liter. Daar mieten wij die natte cacao in. Daar zetten we op de kop op een soort zelfgetimmerde constructie. En dan moest dan uit een gaasje het cacaosap gaan druppelen. Nou, dat gebeurde wel. Alleen dat ging zo langzaam. Cacaosap heeft een hele nare eigenschap. Dat het eigenlijk binnen een paar uur fermenteert. En dan krijg je die typische zure fermentatielucht. Fermentatie is een soort rottingsproces, waardoor er bij deze boom
ontstaat er dan een soort hele zure azijnlucht, zo'n penetrante azijnlucht. Dat moet je even onthouden. Dus wij gingen doortimmeren en we hadden die polytank. Maar we dachten dat sap moet gepasteuriseerd worden. Dus we gingen dat pasteuriseren en wapperen op houtskookkacheltjes, op die plantages met die boeren. Dat ging natuurlijk allemaal veel te langzaam. Ze kochten gaskacheltjes en dat ging al iets sneller. We bedachten een soort manier om een soort hele improvisorische grote lompe pers om dat sap te sneller uit te laten krijgen. Nou, maanden en maanden en maanden waren we bezig, maar kwamen we steeds stapjes verder. En op een gegeven moment hadden wij 30 liter sap. 30 liter sap. Hadden we gedaan in van die kleine Ghanese plastic flesjes. Op slot, ik was daar. En we dachten, die 30 liter sap die is belangrijk, want die 30 liter sap, dat is ons begin. Daarmee gaan we naar Nederland toe. En dan gaan we in Nederland kijken of de markt voor is. Ja, dan hebben we de cirkel rond. Dan maken die boeren wat normaal wordt weggegooid. En dan hebben we de markt, daar kunnen we het verkopen. En dan krijgt die boer extra inkomen. Dus ik had die flesjes, er waren 6,5 liter flesjes, 60 flesjes. Dus ik kocht 2 grote Ghanese koffers. Stopte ik ze allemaal in. En ik wou ze naar Nederland brengen. Of smokkelen eigenlijk, we gaven het niet bij de douane aan. Ik deed die koffers dicht. Ik dacht, oh, eindelijk kan het beginnen. Dus ik pakte de nachtvlucht. En ik stond daar, 's ochtends, ik weet nog, ik stond daar op Schiphol, weet je. Dan kom je op in die aankomsthal. En dan heb je die bagageband. En dan zag ik die 2 felgekleurde Ghanese koffers. Die ploften zo op die bagageband. Ik dacht, oh, kut. Dus dropen allebei van het sap wat eruit komt. Ah, nee. Ze kwamen dichterbij en die hele bagage al, die stonk naar die zure typische fermentatielucht. Het was gewoon 1 grote azijnlucht daar binnen. Ik kon wel door de grond gaan, want was ik nou die typische white savior geweest, die even naar Afrika gaat, een leuk projectje doet, even lekker mensen helpt en dan weer weggaat, maakt niet of het projectje mislukt. Maar die boeren achterlaat die er niet mee geholpen zijn. Sterker nog, ik heb ze hoop gegeven en in 1 keer mislukt alles. Ik voelde me echt terug bij af, want het is niet goed gegaan. Sterker nog, ik wilde bewijzen hoe het anders kon. En nu had ik juist laten zien dat het niet anders kon. Dacht ik, maar wonder boven wonder. Dat was heel fijn. Ik had die koffers door langs de douane naar huis. Ik had thuis 3 flesjes. Die waren niet gefermenteerd. Die waren niet gesprongen in het vliegtuig. En die waren nog redelijk goed snel in de diepvries gedaan. En toen hebben we op Oerol een smaaktest gedaan. Met 100 mensen. Nou, die kregen allemaal, we hadden niet zoveel mini-shot glaasjes. Maar we deden onze eerste smaaktest. Mensen vonden het lekker, vonden het verhaal leuk. En we hadden een goede enquête gemaakt. Die waren er ook bereid voor te betalen. Ik weet niet of het qua voedselveiligheid allemaal zo'n verantwoorde actie was. Maar wat ik wel wist, is dat we hebben een plan nu. We hebben iets ronds. En we kunnen door. Nou, daarna ben ik weer naar Ghana gegaan. Heeft nog 1,5 jaar lang geduurd. We hebben de boel geprofessionaliseerd met een fabriek gaan samenwerken. Om het die technische proces wel goed in orde had. Ook een systeem gevonden hoe we snel konden opschalen. Om met veel meer boeren te werken. Ik dacht ook, ik moet het niet meer alleen doen. Ik ga met 2 compagnons, Linda Klun en Roger, hier in de zaal voor de commercie. En dat is belangrijk, want nu 3 jaar later, 3 jaar na dat Schiphol debakel, liggen we in een paar honderd winkels in Nederland. Belangrijker nog, we hebben net een mijlpaal gehaald dat de eerste 100 boeren 30% extra inkomen per kilogram cacao hebben gekregen door Kumasi Drinks. Ja, en dat vond ik heel tof. Dank je wel. Ik zelf ben van journalist nu in 1 keer fulltime sapjesmaker geworden.
Nou, als journalist zit je natuurlijk vaak langs de zijlijnen. Zeg je wat er allemaal anders kan en moet. Als zapmaker sta ik er middenin en probeer ik het ook anders te doen. Maar de vraag blijft telkens, doe ik het wel anders genoeg? In Ghana stroomt er per jaar 600 miljoen liter van het cacaovruchtsap de grond in. In die voorkust is dat het dubbele. Dat is in dit verhaal dus niet alleen voedselverspilling, dat is ook inkomensverspilling. Wij vanuit Commassie Drinks bedachten ooit dat we buiten de boon moesten gaan denken. Hè? Je moet niet alleen aan die boon denken. Toen bedachten we moeten misschien wel buiten onszelf gaan denken. Als wij die honderden en honderden miljoenen liters willen gaan verwerken en verkopen, dan moeten we miljarden flesjes Commassie verkopen. We denken graag groot, maar we denken ook graag realistisch. En we willen ook gewoon echte impact maken. Dus afgelopen jaar, wat hebben we nou gedaan? Wij zijn lokale lijnen gaan opzetten. Lokale saplijnen. In Ivoorkust, in Ghana, eigenlijk op allemaal plekken waar wij niet met onze fabriek zitten. En daar zijn de boeren nu zelf sap aan het maken, aan het verwerken en ook zelf aan het verkopen onder hun eigen brand. In die voorkust heb je nou, het afgelopen jaar was daar Kakaohunzwe, dat is de rivier van de kou ligt aan de lokale winkels. En in Ghana is het Asomdwe juice. Maar we krijgen telefoontjes over de hele wereld. Indonesië, Peru, Brazilië. Zimbabwe was vorige week. Iedereen begint deze lokale saplijnen op te zetten en wij helpen daarmee. Wij helpen bij de opzet, maar daarna trekken wij ons weer terug, want wij hebben onze Commassiedrinks waar wij markt mee creëren. Maar de boeren die creëren nu zelf markt, die verkopen nu zelf dat sap. Ja, dat schiet echt als paddenstoelen uit de grond. Ja, en dat is toch, ja, dat is wel, we zijn nu op het TED-talk waar je het gewoon voor doet en waar je het waar je het echt voor begon. En het mooie is nu, het laatste kleine puntje, het mooie is nu dat er allerlei grote chocolademakers, grote cacaohandelaren, in één keer ons ook gaan helpen. Dus zij hebben in hun communities, gaan ze mee financieren om een pers neer te zetten voor die bonen, om een pasteur neer te zetten, om een handmatige bottelaar neer te zetten. Dat financieren zij, zodat die boeren hun eigen business kunnen krijgen. Dus er is beweging. He, waar de twee eeuwen helemaal geen ruimte was voor dat sap, is nou dat sap in één keer toch belangrijk geworden. Niet voor de handel, maar voor de duurzaamheid, voor het leven van de boeren. En nog steeds elke dag natuurlijk twijfelen we of wij het wel anders genoeg doen dan de industrie. En ja, ik denk dat die twijfel goed is, want hoe meer twijfel je zaait bij jezelf, maar vooral ook bij anderen, hoe meer beweging je oogst. Dankjewel.